De jaarwisseling is niet geheel vlekkeloos verlopen. Dit geeft Sherida Drachman van de publiciteitsdienst van het Korps Politie Suriname tegenover onze nieuwsdienst aan. Zo hebben er vechtpartijen tot berovingen plaatsgehad. Drachman somde noemenswaardige zaken op die zich hebben voltrokken tijdens de jaarwisseling 2016-2017. Om te beginnen in de binnenstad zijn er gevallen geweest van mensen die bewusteloos waren geraakt. En in een van de gevallen is de mevrouw helaas komen te overlijden. En het waren er 7 gevallen. 4 van de mensen betrof manspersonen en 3 vrouwen. En dat wat ik eerder aanhaalde, 1 van de vrouwen die is helaas komen te overlijden. Verder was het vrij rustig, zeg maar veel feestvierders. En die hebben zich ook te goed gedaan aan alcohol. En we hebben rond de jaarwisseling zijn er 48 meldingen van vechtpartijen binnengekomen. Dat is wel heel veel in vergelijking met de normale, zeg maar, dagelijkse verschijning. En wij hebben ook een geval gehad van natuurlijk minder prettig voor de familie. Waarbij er een mevrouw, een bejaarde vrouw, dood in de woning is aangetroffen. En het vermoeden bestaat dat er misdrijf in het spel is. Maar daar kunnen wij nog niet veel over zeggen. Het onderzoek zal dat moeten uitwijzen. En dat onderzoek is in handen van de afdeling kapitale delicten. En op nieuwjaarsdag, dus al heel vroeg in de ochtend, nog net een half uur was zeg maar het nieuwe jaar oud en een familie werd verrast door criminelen, wat natuurlijk heel erg is. Volgens Drachman is de politie nog bezig met het onderzoek van de beroving. Verder heeft de vrouw van een politieman zich aan de Bomastraat met zijn dienstwapen door het hoofd geschoten. Het Korps Politie is tevreden over zijn optreden bij de jaarwisseling en met name de oudejaarsactiviteiten in de binnenstad. Natuurlijk zijn er verbeterpunten. De Pagara-estafette is zeg maar geleid door de brandweer. En natuurlijk was de politie daar om mee te helpen, te zorgen voor die veiligheid. En dat is heel goed verlopen. Er waren voldoende manschappen op de been. Die waren zeg maar in zones onderverdeeld. Want er werden op verschillende plekken in de binnenstad gefeest. En het was de bedoeling natuurlijk dat de politie... Dat er een zodanige spreiding was dat de politie toch overal was en heel snel kon inspelen op incidenten. En dat is goed gegaan. Sherida Drachman van de publiciteitsdienst van het korps, die aangeeft dat de jaarwisseling niet geheel vlekkeloos is verlopen.